Ja, Stanley Albers, jullie verliezen uiteindelijk met 4-1. Maar zeker in de eerste helft leek het niet zo'n grote nederlaag voor jullie te worden. Geen grote nederlaag. Ik dacht dat we gewoon zouden winnen. Het ging goed, het stond goed. En dan in een paar minuten geef je de hele wedstrijd weg. Dus dat is balen. Ja, want alles wat jullie wilden, via de counter toeslaan, ja, alles lukte eigenlijk. En jullie hadden nog mogelijkheden, hoekschoppen. Matthij, ook dichtbij een treffer. En die is zelfs het fijn uit weinig in te brengen. Ja, klopt. Ik denk dat als wij het goed afmaken en voor rust de 2-0 maken, dat je nog lekkerder de rust in gaat. En na rust hadden we ook een kans om nog 2-0 te maken. Maar ja, wat ik zeg, het is jammer dat je dan in zo'n korte tijd weggeeft. Wat gebeurt er allemaal in de tweede helft bij jullie? Want dan worden jullie echt compleet overlopen, eigenlijk al vanaf minuut 1. Ja, ik weet het ook echt niet. Uiteindelijk maak jij wel de 0-1 in de Kuip. Hoe lekker is het om te scoren hier in de Kuip, zo'n volle Kuip? Ja, heerlijk. Maar nu, als je aan het einde met 4-1 verliest, is het niet zo lekker. Uiteindelijk in die tweede helft scoort Feyenoord op een gegeven moment wel heel makkelijk. Wat zeggen jullie dan in het veld tegen elkaar? Op een gegeven moment laten we het dan maar bij 4-1 houden. Want als we blijven jagen nu, krijg je misschien wel een echte pak slaag. Ja, tuurlijk. Je moet dan juist compact blijven staan. En ja, proberen het niet groter te laten worden. Toch hebben jullie in de eerste 4 wedstrijden indruk gemaakt. Toch sta je hier met een heel vervelend gevoel. Hè? Ondanks jullie er nog steeds goed voor staan aan 4 duels. En vandaag ook de eerste helft. Ja, prima eerste helft. Ja, tuurlijk. Maar als je zelf merkt en voelt dat er meer in zit, dan is het logisch dat je teleurgesteld bent. Na iedere nederlaag, ook bij ADO. En hier hetzelfde. En hoe is het met jou? Want in dit systeem ben je ook belangrijk. Hè? Zeker ook met je snelheid. En je bent iedere week nu basisspeler daar, waar je vorig jaar het vaak met invalbeurten moest doen. Ja, klopt. Het is hard werken, veel verdedigen. En dat spel ligt mij wel dus. Al met al gaan jullie nu met 4-1 gaan jullie terug naar Kralingen. Gelukkig hoef je niet lang in de bus te zitten. Maar heb je toch veel lichtpuntjes gezien in dit duel waarmee je verder kan? Ja, tuurlijk. Dat is in elke wedstrijd wel. Maar wat ik zeg, het is jammer dat je 4-1 verliest.